Stichting Opkikker verzorgt een prachtige belevenis voor mensen die ziek zijn en dan ook voor het hele gezin. En daar zijn ze uniek in. Dit weekend was het de beurt aan Luc, die hier intussen is aangeschoven aan mijn linkerkant. Luc, hartelijk welkom. U bent hier met je vader en je moeder. Je hebt een heel spannend weekend achter de rug, heb ik begrepen. Een beetje een James Bond weekend. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Nee, ik dacht zo. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben je opgehaald. Wie kwam je ophalen? Weet je dat nog? Ik weet het niet meer. Nee? Nee. Was het wel leuk wat je mee hebt gemaakt, ja? En wat was het leukste wat je hebt gedaan? In de auto rijden. In de auto rijden. En niet zomaar een auto. Ik zag een foto voorbij komen van jou in een hele mooie raceauto. Echt waar? En hoe hard ging die auto? Dat weet ik niet. Nee? Heel hard volgens mij, of niet dan? Een raceauto gaat heel erg hard. Maar dat was het leukste. En wat was er nog meer leuk? In de boot rijden. In de boot rijden. Ja. Ook nog meegemaakt, ja. En je hebt ook zelf gestuurd. Was dat niet een beetje eng? Nee, heb je wel vaker in een boot gevaren? Niet heel vaak, maar... Wel eens. Ja, en wou je dit graag allemaal zelf? Heb je dat zelf aangevraagd of hebben ze jou daarmee verrast? Ja. Was het een verrassing wat je ging doen of wist je al wat je ging doen? Een verrassing. Een verrassing. Ja, dat is toch wel heel erg gaaf dan. Je hebt nog meer dingen gedaan. Je had nog een heel druk weekend eigenlijk. Want je bent ook op de motor geweest met het hele gezin, zag ik. Was dat een gewone motor? Want ik kon het niet helemaal goed zien op de foto's. Ja, dat was een motor met twee wielen aan de achterkant. Oké, okay, was het een trike of zo? Zo'n breer. Ja, mooi. Als we naar de papa en de mama gaan, wat voor situatie zitten jullie? Hij heeft een redelijk zeldzaam longziekte. Ja. Dat eigenlijk een derde longcapaciteit die niet functioneert. Mm-hmm. Dus in verhouding moet het een kindje zijn wat snel moe is, wat weinig, veel moeite moet doen om zijn lucht te halen. Zeg. Mm-hmm. Daar heeft hij voornamelijk in het najaar last van, als de griepgolf rondgaat en dat soort dingen, dan is het voor hem gevaarlijker. En af en toe, ja, toevallig in begin juni nog een keer, benauwdheidsklachten, virus wat rondwaart. Mm-hmm. En dan krijg je ziekenhuisopname en zuurstof, etc. Ja. En dit was een verhaal wat eigenlijk zijn kinderarts aangegeven heeft bij Stichting Opkikker. Dus eigenlijk als verrassing van nou. Mm-hmm. Was het voor jullie dan ook een verrassing dus? Ze hadden mij gebeld, ja. Uitgebreid een maand of zo eerder, anderhalve maand eerder. Ja. En dan eigenlijk een interview met wat hij leuk vindt, wat zijn broertje leuk vindt. Finn. Finn is heel erg van het koken, die wil graag kok worden. Dus in de hele dag zat er een momentum met een goede kok die het een en ander ging leren. Ja. Dus ze hadden eigenlijk, ja, aan de hand van het interview zijn ze dingen gaan organiseren en de rest was een verrassing. Dus ik bij de kinderen centraal gesteld. Ja, ja, mooi. Ja. Jullie werden er als gezin ook bij betrokken. Hoe heb je dat ervaren, Loes? Ik vond het heel bijzonder dat we met het hele gezin die activiteiten konden doen. Mm-hmm. En ook vooral individueel. Je krijgt zo'n dag krijg je één begeleider toegewezen. En dat maakt het wel heel bijzonder. Mm-hmm. En heel klein. Want je bent met je eigen clubje plus die begeleider, waar je dus iedere activiteit mee onderneemt. En die helemaal in dienst staat van jullie. Ja. Op dat moment. Ja. Ja. Dus ja, wel een hele bijzondere dag. Ja. Ja, die gingen ook op het moment dat er iets niet helemaal goed ging, of waren te vroeg ergens klaar of te laat. Hij ging dat regelen, hij ging dan het volgende project. Ja, fijn. Hebben jullie zelf ook een beetje genoten van zo'n raceboot of een auto of een motor? Het lijkt mij ook wel erg leuk eigenlijk. Ja. Nou, dat was met name waar ik van genoten heb, de kopjes van de kinderen. Ja. En straalde van oor tot oor. Daar werd ik wel heel blij van. Dus het was de goede keuze geweest. Ja. En de verrassingsmomenten zijn leuk. Ze vragen dat van tevoren of ik weet wat de bedoeling is. Nee. Mm-hmm. Dan gaan ze bij mama een keer vragen. Nee. Ja. Oh, we zijn toch wel terug bij mij. Weet je het echt niet? Nee, ik weet het echt niet. Nee. Maar je wist het oprecht ook niet. Dus dat is dan een extra grote verrassing. Ja, absoluut. Mm. En hoe reageerden de kinderen?
Ja, in eerste instantie, hij is morgens een beetje dicht niet kloppen dat er de confrontatie met andere zieke kindjes, zeg maar. Mm-hmm. En dan krijg je de beleving dat je wat hebt, dus dat kwam dan even binnen. Een besef zit er dan pas in en dat is dan even concentreren. Maar eigenlijk vanaf het, ja, eigenlijk vanaf dat Thijs erbij betrokken was en die ging naar de eerste activiteit was met die raceauto rijden, ja. Ik zag heel enthousiaste foto's van iemand die Luc heet, die het heel erg leuk vond. En ook van iemand die Finn heet, die het heel erg leuk vond. In de keuken, erg enthousiast. Dat was leuk. Was echt gewoon superleuk om mee te maken. En de hele groep vrijwilligers die daar rondlopen en die allemaal hun best doen. En dan, toen hij s'morgens even niet leuk vond, zeg maar, bij de confrontatie. Meteen mensen die je aankomen spreken van dan kunnen we je verhelpen of wil je even apart zitten. Of, Je bent echt een beetje verwend en ik heb nog leuke dingen te doen. Ah, goed begeleiding. Ja, goed begeleiding. Ja, dat is belangrijk. Ja. Een van die mensen, van die mensen van maar, Stichting Opkikker zit hier aan tafel. Ja, fijn dat je ook even bent aangeschoven. Stichting Opkikker, hoe lang bestaat dat al? We zijn opgericht in 1995, dus volgend jaar bestaan we 30 jaar. Zo. Ja. En het idee, hoe is dat ontstaan? Er is één oprichter, heb ik begrepen. Ja, onze directeur, dat is Ruud Sliphorst. Die heeft helaas zijn eigen neefje verloren aan leukemie. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit de gedachtegoed dat hij iets wilde betekenen voor de doelgroep waaronder zijn neefje behoorde. Zo is de stichting eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. En dan met name dus ook met de gedachte dat het voor het hele gezin zou moeten zijn. Ja. Dus niet alleen voor het zieke kindje, maar echt het hele gezin in de watten leggen. En hoeveel gezinnen helpen jullie per jaar of doen jullie iets voor? We hebben zo'n 5000 lichtpuntjes per jaar. Zo, dat noem je lichtpuntjes? Ja, dat noemen we inderdaad lichtpuntjes. Ja. Omdat dat verschillende vormen kunnen zijn als lichtpuntje. Mm-hmm. Zo hebben wij dus onze opkikkerdagen, wat Luc heeft meegemaakt. Mm-hmm. Maar we hebben ook onze ambassadeursdagen. We hebben momenteel zo'n 6000 ambassadeurtjes. Dat zijn kinderen zoals Luc die in het verleden een opkikkerdag hebben gehad. Die kunnen dan betrokken blijven bij de stichting. Mm-hmm. En die krijgen dan jaarlijks ook weer een lichtpuntje in de vorm van onze ambassadeursdagen. Oh, mooi. Klinkt dat als iets leuks om te doen, Luc? Zij we ambassadeur willen worden van Opkikker? Gelukkig, ja. Oké, wil je niet onder druk zetten, maar het leek mij best wel leuk om leuke dingen te doen en dat te blijven doen. Ja. Hoe is het voor jullie om zo'n dag mee te maken? Ja, het is natuurlijk altijd dubbel, maar op de dagen zijn gewoon of staan het plezier de vrolijkheid en het genieten staan zo ontzettend voorop. Ja. En dat zie je gewoon eigenlijk bij alle gezinnen terug. Ja. En het even een dagje ontzorgen, dat is denk ik het voornaamste. Ja. De vrijwilliger die probeert ook echt alles uit handen te nemen. Tassen sjouwen, rolstoelen duwen. Die zorgt dat je op de juiste plek op de juiste tijd bent. Dus ja. Bij een soort all-inclusive vakantie. Ja, daar kan je het eigenlijk mee vergelijken. Met entertainment erbij. De wensen van de kinderen staan ook best wel centraal. Heb je voorbeelden van wensen? Wat jullie zeggen, nou dat wordt wel een uitdaging, maar we hebben het klaar gekregen. Wat ik zelf heel erg bijzonder vond. Het was een meisje met diabetes. En die had een hockeyster. Valerie Magus, die wordt zelf ook behandeld voor diabetes. Ja. En dat was dus daarom een groot fan. Haar voorbeeld. En die heeft dus uiteindelijk een hockeyclinic gegeven aan het gezin. Ah, mooi. Dus dat was echt, echt mooi, ja. Ja. Doe je zelf ook begeleiden of doe je voorbereiden? Wat? Ik doe eigenlijk alles. Alles? ik doe alles. Ik ben ook zo bevoorrecht dat ik mag werken op kantoor van Stichting Opkikker. Maar ik probeer ook altijd bij de Opkikkerdagen zelf aanwezig te zijn. Dan begeleid ik gezinnen zoals Luc of ik zit op de Opkikkerbalie. Wat zij net zeiden van de vrijwilliger, die gaat wat regelen omdat er iets wat korter duurt of wat dan ook. Ja. Dan bellen ze naar de Opkikkerbalie. Nou ja, daar zit ik dan wel eens. Want dat zijn voor jullie natuurlijk ook de lichtpuntjes, die dagen. Absoluut. Ja, want ik ben dus betrokken bij de organisatie. Ja. Maar weet je, op zo'n opkikkerdag valt gewoon alles op zijn plek. Juist. Ja. Nou, leuk dat jullie een hele leuke hebben dag gehad. Ontspannen. Ja. Luc, het gaat eigenlijk allemaal om jou.
Wat vind je ervan dat ze dat allemaal zo georganiseerd hebben? Leuk. Ze hebben heel veel moeite gedaan allemaal. Hè? Die mevrouw heeft het net allemaal verteld. En zijn er ook veel foto's gemaakt? Is er gefilmd geworden? Ja. Ze kan je nog heel veel terugkijken thuis. Toch? Ja. En wat zeiden de vriendjes op school? Hebben ze het al gezien? Nee, weten ze het niet? Of heb je het verteld? Had ik mogen vertellen in de klas? En die wachten. Ja? Ja, maar vakantie. Moet je na de vakantie vertellen. En misschien gaan ze het straks wel op televisie zien. Ja. Dan gaan ze maar kijken. Hé, dat is leuk. Ja. Die zat in die raceauto. En die zat op die mooie boot. Met zijn broertje en zijn papa en zijn mama. Ja, toch? Dit gun je eigenlijk ieder kind. Ja. Toch? Zeker gezinnen die in een bepaalde situatie zitten. Dat gun je iedereen een lichtpuntje. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Ja. Ja. Oké, nou fijn bedankt dat jullie erover wilden komen vertellen. Jij om te beginnen, Luc. Ja. En vond je het een beetje leuk? Oké, nou, dat is fijn. Ik zeg, geniet nog even na met de foto's. En fijn dat jullie hier te gast wilden zijn bij ons aan tafel. Dank u wel. Ja, goed. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.